Wat is er allemaal gebeurd? Wel dit, een soort van valse start. Meissen die misbaar maakt en gelijk heeft hij. Je ziet Toon Aerts ook heel even twijfelen. Ook Bosmans die dacht van, oh, moet ik terug uit mijn klikpedaal? Nee, ze worden niet teruggefloten. Ook al denk ik, ja, het parcours is lang, de wedstrijduur zal lang zijn. Ze hebben tijd genoeg om wat in te halen. Nou, goed. Snijdende start. Van in het begin van Michael van Turnhout en de tuimelpertes in de achtergrond van David van der Poel en vooral van Laurens Zweek, die heel even denkt van, moet dit nu? Ja, het moet. Dit is een stekelig punt. Hier hebben er veel wat de meters laten liggen. Hij is niet zinnig om wat laten te liggen. Michael van Turnhout gaat er als een sperwer van door. Hij laat iedereen achter. Alsof een cross maar een half minuutje duurt. Dit had Vermeers beter anders aangepakt. Aerts wipt alsof het een lieve lust is, maar rijdt wel achter de feiten aan in deze fase. En voelt dat hij hulp nodig heeft. Alleen is maar alleen omdat hij van Turnhout zo verschrikkelijk hard tekeer gaat. Hier in de zone van Koek, op een goede 100 meter. Dan krijgt hij na de wissel propere fiets en het gezelschap van zijn collega ploegmaat Corné van Kessel. Zweek is ondertussen aan een formidabele remonte begonnen. Hij speelt met de step, met Lier. Michael van Turnhout, Schuddebolt, weet hoe laat het is. Dit red ik niet. Nee, daar komt de gevreesde Toon uit de rijke Vorsel. Na zijn supportersfeest nota bene. Dan heeft hij wel een goede nacht gehad. Dit is een goede beurt door het zand. En daar wordt deze man het nekschot gegeven. Dus misschien wil het verkeerd taal gebruiken op een dag als vandaag. Maar goed, figuurlijk dan maar. Zelfs daar kon hij de tijd voor nemen aan het slot. Met een proper fiets op trektocht. Michael van Turnhout voelt dat nog twee belagers afkomen. En toch zet hij alle zeilen bij om buiten schot te blijven. Maar dat lukt niet. Dat lukt niet. De laatste greintjes kracht vloeien men uit de dijen en uit de kuiten. Ondertussen is Toon Aerts binnen. De topfavoriet haalt het voor de tweede opeenvolgende keer in Niel. Dat ook een stukje zijn Niel geworden is. Zweek is toch nog tweede. Beloond voor een formidabele jachtpartij. En Van Kessel is derde.